Okay. Zijn we naar New York gevlogen. Nou, daar kwamen we aan, zijn we gaan feesten en toen volgende week weer teruggevlogen. Ja. Ik heb heel veel dingen gezien van artiesten en dergelijke die je eigenlijk niet kan delen. Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij de eerste aflevering van een nieuwe serie genaamd Money Makers. Hierin portretteren Michelle en ik jonge, talentvolle, succesvolle mensen. En deze eerste aflevering openen we gelijk met een knaller, want ik ga meelopen met tech-ondernemer Vince van Meer. Ja man, hey, yo, kom in. Ja, dankjewel man. Dit is echt niet normaal. Noem je dit dan ook een penthouse? Ja, ik denk dat officieel een penthouse 2 verdiepingen moet hebben. Maar okay. Als ik aan een penthouse denk, ja. Denk ik wel aan dit soort appartementen. Wat doe jij nou precies? Hoe verdien jij je geld? Ik heb eigenlijk een soort van artiesten gemanaged op social media. Dus ik zorgde dat zij groter werden online en beter vindbaar. En op een gegeven moment heb ik ook webapplicaties gemaakt. Dus dat heb ik eigenlijk de afgelopen 6 jaar gedaan. Daar ben ik recentelijk weer mee gestopt. En nu, zodra corona een beetje rustiger is en het wat veiliger is, ga ik weer naar het buitenland toe, naar LA. En dan ga ik daar weer een soort talent agency beginnen, man. Het zit allemaal een beetje in de techhoek, geloof ja, ik, hè? Ja, ik heb een soort applicaties gemaakt waarop je groter kon worden op social media. Dus je kon je account verbinden en die tool ging automatisch mensen die mogelijk geïnteresseerd zouden zijn in jouw content benaderen. En op een gegeven moment ben ik dat gaan doen voor artiesten en toen werd ik uitgenodigd in het buitenland om eigenlijk strategieën te gaan bepalen en zo. Als jij bekend bent op Instagram, hoe kunnen we daar geld aan verdienen? Misschien moeten we een kledingmerk voor je opzetten of een eigen podcast of iets in die trant. En dit was een beetje aan de begintijd nog van Instagram. Ja. Toen niet iedereen het algoritme snapte. Ja, klopt. De begintijd van Instagram en YouTube en eigenlijk social media. Toen is er op een gegeven moment een keer geweest dat ik naar LA kon vliegen en een meeting heb gedaan. En toen is dat balletje een beetje gaan rollen. Ik denk dat LA en Hollywood een best wel kleine wereld is. En op het moment dat je zo'n artiest of zo'n bedrijf goed behandelt en professioneel bent en zo, dan denk ik dat ze uiteindelijk gewoon een goed woordje voor je doen. Hebben we het dan ook over volgers kopen? Of hoe deed je dat dan? Nou, echt, als je kijkt naar 6, 7 jaar geleden of zo, zat dat zeker in een strategie. Dan waren er gewoon mensen die al heel veel volgers hadden en zeiden, joh, kunnen we er nog meer bij doen? En mijn strategie include dat eigenlijk nooit, omdat ik wist dat je daar echt totaal niks aan hebt. En sinds de afgelopen 4 jaar al helemaal niet, want als je nu volgers koopt, dan ben je gewoon gelijk afgeschreven. En ja, dat is gewoon kansloos. Maar destijds was dat wel op zich wel een goede manier om meer te groeien. Want je kwam daardoor echt wel daadwerkelijk hoog in het algoritme. Over wat voor artiesten hebben we het? Even namen en rugnummers. Ja, namen kan ik niet geven, zeker bij artiesten niet. Want je hebt een contract met ze getekend? Ja, okay. Maar dat zijn wel gewoon echt grote artiesten. Ik heb met Sarah Jessica Parker gewerkt, in ieder geval met haar brand. Dan Bilzerian, dat is een grote influencer. Jij hebt Dan Bilzerian gedaan, de social media. Ik heb Dan Bilzerian niet groot gemaakt, maar ik heb wel een tijdje meegeholpen. Hoeveel volgers heb jij Dan Bilzerian bezorgd? Ik denk 5 tot 6 miljoen volgers uiteindelijk wel gerealiseerd hebben. Zo. Ja. Dat is de voedingsbak van mijn katten. Oké, jij hebt een soort robot kattenbak, zie je. Ja, inderdaad. Ja, 4 keer per dag krijgen ze eten. Hey, ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the fast stick, you can get high with me, that's a deal, right? Jongens. Zo. Ik weet niet veel van auto's af, maar ik weet dat hij super warm is. Ik moet hem op een speciale manier parkeren, omdat anders gaat hij hitte in een rookmelder en dan moet het hele gebouw ontruimd worden. En dat hebben we echt al 3 keer gehad. Serieus? En dat vinden de bewoners niet zo leuk, dat begrijp ik. Dus ik heb op een gegeven moment een brief gekregen van de brandweer. Of ik alsjeblieft de auto's anders kan parkeren. Waar gaan we heen nu? Breda. Breda. Hoe... Is hij open? Oh, zo. Hoe ziet een dag van jou er nou uit eigenlijk? Ja, het is best wel verschillend. Als we aan webapplicaties bezig zijn met het team, dan ziet het er eigenlijk uit dat ik opgesloten in een kantoor zit, 3 maanden aan een stuk. En daar zijn we dan de hele dag aan het werk. Dus daar eten we, daar slapen we, daar doen we echt alles. En wie is we?
Dat zijn ik, mijn programmeurs, designers, mensen waarmee ik werk. Als ik dat niet doe, dus ik heb eigenlijk niet een actief project waaraan ik werk, dan ben ik eigenlijk veel in Nederland om te kijken naar mogelijke investeringsmogelijkheden. Ja. Ja. Dus bijvoorbeeld vastgoed of kleine bedrijfjes en dat soort dingen. Hoe was het leven in LA? Hoe was dat? Ja, heel erg leuk. Heel veel feesten. Ja? Ja, LA was eigenlijk altijd een soort droom van mij om daarheen te verhuizen. Want hoe oud was je toen je heen ging? Ik denk dat ik toen een jaar of 21 was of zo. Erg jong. Ja, best wel jong. 4 jaar geleden of zoiets. Ja, en hoe was het? Ja, het begon eigenlijk met veel meetings en zo. Ja. Maar op een gegeven moment werd het gewoon gezelliger. Dus dat was heel feesten? Veel feesten en dat soort dingen. Ik heb heel veel dingen gezien van artiesten en dergelijke die je eigenlijk niet kan delen. Ja, probeer het toch eens even. Ja, nee, kan echt niet. Maar wat is het ziekste wat je daar hebt meegemaakt? Ik had mijn appartement en op een gegeven moment hadden we wat meetings en toen waren we uit geweest. En toen op een gegeven moment besloot iedereen om gaan mee te gaan naar mijn appartement. Dus het was best wel een klein appartement en een klein straatje. En opeens stonden er gewoon 5, 6 grote zwarte auto's met alle mensen erin die naar mijn appartement kwamen. Dat paste eigenlijk helemaal niet. Ja. En dat feest heeft gewoon 3 dagen lang geduurd. Okay. We hadden een soort community pool, een zwembad en een jacuzzi en zo. En dat was gewoon ook overdag, maar ook 's avonds gewoon helemaal gevuld met mensen. Na 3 dagen, toen was het eigenlijk zo geëscaleerd dat ik iemand naar de IKEA heb moeten laten gaan, alles opnieuw moeten halen en alle oude eruit moeten halen, want alles was gewoon overhoop getrashed. En daar zijn dan ook sterren, denk ik, op dat soort feestjes. Het is niet dat er heel veel sterren bij mij thuis zijn geweest. Het is meer dat de sterren geven de feest in de grote huizen in Hollywood en zo. En daar ben ik dan wel weer aanwezig. Echt een beetje de Hills-achtig. Ja, zeker. Ja, ik had toen ook op een gegeven moment voor het eerst naar zijn feestje gevraagd. Toen kwam ik echt aan bij zijn huis en toen dacht ik echt van ja, het is dus echt zoals je het verwacht. En dat zijn feestjes van? Noem eens een naam van wie dat zo'n feestje is dan? Nou, dat kunnen van rappers zijn of grote popartiesten. Maar echt Paris Hilton-achtig niveau, dat wel? Ja, ik heb daar ook wel eens een feest mee gehad. Met haar? Ja. Hoe is ze? Ja, best wel intelligente vrouw. Ah, rot op. Nee, echt waar. Ja, echt? Ja, hele rustige, intelligente vrouw wel. Best wel een businesswoman eigenlijk. Oké, heb jij veel geld uitgegeven daar? Ja, toen ik net succesvol begon te worden, toen... Ja, toen ging ik leven als een gek, zeg maar. Ik vloog ook gewoon naar New York toe om daar een feestje mee te pakken en de volgende dag weer naar huis, weet je wel. Ik heb wel eens gehad dat ik gewoon met de stel vrienden in het vliegtuig ben gestapt om 5:20 en zijn we naar New York gevlogen. Nou, daar kwamen we aan, zijn we gaan feesten en toen volgende dag ben ik weer teruggevlogen. Ja. Dat soort domme uitgaven. Toen ben ik eigenlijk hier terechtgekomen, bij Zuiderleven, bij Jaap eigenlijk. En die heeft me een soort van onder zijn hoede genomen en gezegd van luister, je doet het heel erg goed, maar het is ook belangrijk dat je dat blijft doen. En het is nu slim om geld goed te gaan beleggen en investeren, zodat je daar voor de rest van je leven wat aan hebt. Wat doe jij precies voor Vince? Ik help hem soms in zijn dynamische leven wat rustiger worden. Ik heb Vince een aantal jaar geleden leren kennen toen ik in de kapperstoel zat en mijn kapper zei, je moet mijn zoon helpen, want die verdient te veel geld. En wat hij ermee doet is niet altijd even slim. Wat voor uitgaven zijn dan niet slim? In jullie ogen? Nou ja, ik ben natuurlijk absoluut geen vader voor hem. Nee. Het is heel veel geld verdienen op een hele jonge leeftijd waar ik heel veel respect voor heb. Maar wat ook moeilijk is. Wat super moeilijk is, want geld verandert een mens. En ik heb tegen hem gezegd, je moet vooral genieten van de successen. Je moet een stoere auto kopen en je moet toffe dingen doen, want je moet ook echt ontspannen. Maar zorg dat je van iedere euro die je verdient er 50 cent af snoept. En investeer die in iets wat niks met je bedrijf te maken heeft, zodat je op termijn, of als het een keer tegenvalt, nog een alternatieve inkomensstroom houdt. Op het toppunt, hoeveel geld stroomt er dan binnen? Ja, ik kan niet zeggen hoeveel dat is. Maar... Nee, maar geef een idee. Misschien hoef je er geen cijfer aan te hangen, maar hoe zag dat eruit? Ik had recurring revenues uit mijn webapplicaties. Dus er zijn heel veel mensen die applicaties gebruikten en daarvoor betaalden. Mm-hmm. Dus je zou kunnen zeggen dat ik... eigenlijk de hele dag door geld verdienen. Die applicaties werden internationaal gebruikt. Met een soort abonnementen? Ja. Dus die werden internationaal gebruikt. Dus als ik aan het feesten was in de club, dan zag ik alsnog de hele tijd de nieuwe abonnementen binnenkomen, nieuwe verkopen en dergelijke. En dat dus zijn abonnementen ter waarde van? $49 vaak, $49, $39. Dat is eigenlijk een beetje low ticket sales, maar dat verkoop je op groot volume. Wat voor volume? Waar hebben we het over? goede vraag. Want dan kan ik rekenen. Ja, precies. Ja, ik zie altijd de vetste auto's voorbij komen en de dikste huizen, maar ook privévliegtuigen. Ja, klopt. Hoe zit dat? Ja, als je wil kan ik het wel laten zien. Dan kunnen we naar Amsterdam rijden. En dan? Dan gaan we naar het chatcenter toe. Naar een privévliegtuig? Ja, we kunnen gewoon gaan kijken, Shield. Dat gaan we doen.
is hem. Dit is hem. En vlieg jij vaak privé? Nou, het valt best wel mee. Eigenlijk alleen als het nodig is. Nou ja, man. Dankjewel. Man. Maar even, hè. Dit is voor, weet je, bij 25 jaar, voor de gemiddelde 25-jarige, is dit krankzinnig. Ja, maar voor mij ook nog steeds. Ik vind het nog steeds echt een kick als je dan zo'n jet... Ik hou heel erg van vliegtuigen en vliegen en zo. Ja. Dus voor mij is dit wel nog steeds wel echt vet. Nou, we hebben tot nu toe vooral gehad over eigenlijk het verleden, hoe gek het ook klinkt. Ik bedoel, je bent hartstikke jong, maar je hebt ook wel heel veel gedaan. Wat doe je nu? Ja, normaal gesproken ook ben ik ongeveer 2 maanden of 3 maanden per jaar in Nederland. Voor de rest ben ik alleen op reis. Ja. En dat is nu eigenlijk allemaal voorbereidend op een soort nieuw business dat ik aan het starten ben. Dat wordt een soort talent agency voor eigenlijk voor muzikanten wel en influencers en talenten die we op eigenlijk op early stage soort van scouten en groot gaan maken. Er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die dat al doen. Er zijn heel veel agencies en talent agencies, maar wij hebben gewoon onze eigen strategieën en we denken dat we daarmee echt wel dingen kunnen gaan veranderen in de markt. Zodra de United States weer open gaat voor Europeanen, dan gaan we daar naartoe en dan gaan we weer aan de slag. Er is in deze serie 1 vraag, 1 rubriekje waar we het toch even over moeten hebben. Een vraag die ik moet stellen, namelijk je voelt hem al aankomen. Hoeveel geld staat er op de bankrekening? Ja, en daar ga ik geen antwoord op geven. Nee, is dat... Nee? Nee. 2 keer de helft. Waar moet ik aan denken? Ik zeg helemaal niks. Oké, maar het gaat goed, hè? Het gaat wel goed. Oké. Nou jongens, het vliegtuig gaat achter ons opstijgen. Vince, heel erg bedankt. Ja, jij dat ook. Ik een dagje mee mocht. Echt super vet. En aan jou de eer, de taak... Om hem even af te sluiten dan. Volg me even op Instagram, @VinceVanMeer. Misschien staat er wel een linkje in de beschrijving of zo. Staat in de beschrijving. Ah, chill. En als jullie vragen hebben over business of zo, dan kan je me een DM sturen. En dan probeer ik gewoon even daarop te reageren. Jongens, we zijn weg. Hoi.